André Jansen is dat. Hij is landschapsecoloog Stichting Borgerveen. Uh, ook niet hier. Uh... Oh, jij komt er ook al bij. Ja, kom maar bij. Geef maar vast een hartelijk applaus, applaus André Jansen. Applaus. En uh, wat, wat ik nu al interessant vond, want ik hoorde, uh, dat begon al bij Jan over natuur, landschap en uh, erfgoed. Jij zei in een voorgesprek: gesprek, het is allemaal erfgoed. Ja, Nederlandse natuur is grotendeels door mensen gemaakt. Dus eigenlijk zeg jij, alles wat door mensen gemaakt wordt, dus ook de natuur. Wij hebben eigenlijk geen normale. We hebben ook geen oude natuur. Niet echt. Nou, we gemaakt We hebben een natuur die heel sterk door mensen beïnvloed is. Ja. En daar ga ik dadelijk ook over vertellen. Want er zijn natuurlijk ook hele andere krachten die natuur beïnvloeden. Juist. Dat zijn de aardekrachten. En het samenspel van aardekrachten en mensenkrachten. Leidt tot bepaalde vormen van natuur. En is die invloed van mensenkrachten heel groot, dan is het culturele aspect in de natuur groter. En is die kracht minder, ja. dan is het natuurlijke aspect groter. En wij brengen dat allemaal onder in het containerbegrip natuur. Juist. Oké, okay, jij neemt ons een beetje mee in het verhaal van, van waar we nu zijn, hè? Park Hoge Ja. Hartstikke goed. Nou, voor jou ook 20 minuten. Dank je wel. Ja, er zijn er al twintig nee, seconden. Nee, je, je krijgt er twee extra Grappig. hoor. Uh, beste mensen, uh, ik vind het een grote eer dat ik hier mag staan. Uh, dankjewel Theo dat je mij ook gevraagd hebt. Ik vind het altijd ontzettend fijn met jou samenwerken. Uh, want uh, jij bent iemand uh, die uh, uh, vanuit een goed kader kan denken. En in staat is om verschillende zienswijzen goed met elkaar te integreren. En uh, dat is uitdagend en dat doe ik altijd heel graag met je. Um, ja, en ik uh, heb hier nu de uitdaging gekregen om uh, te vertellen over het park, hoe het park uh, omgaat met die integratie, integratie van landschapsecologie en cultuurhistorie, maar ook integratie van onderzoek en beheerpraktijk. Daar ga ik u in meenemen, en uh, ja, daar krijg je van tevoren uh, een hele. Uh, hey, oh ja, hoe werkt dit nu? Oh ja, zo, deze. Dan moet ik het twee tegelijk doen. Um, Krijg je een heel mooie verhalen van tevoren mee van waar je aandacht aan moet besteden. Uh, integrale benadering. Nou, integraal is natuurlijk een heel mooi mo modewoord. Dus dan gaat je je afvragen wat moet je dan onder integraal verstaan. Je moet over bodem, erfgoed, natuur gaan. Over de droge en natte natuur op de, ve op de Hoge Veluwe. Over open terreinen en bossen. Um, ja. Uh, het moet overgaan over een integrale benadering uh, op landschapsschaal via een landschapsecologische systeemanalyse. En toen dacht ik, ja, daar kan ik een heel mooi abstract verhaal van vertellen. Maar ik wil het graag aan jullie illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden uit het park. Drie gebieden waar ik zelf namens het park aan heb mogen werken: Delendse Veld, Veentjeswijs en de Hubertusvijvers. Um, ja, um, ik ga deze dicht doen, ik heb er last van. Waar gaan we uit van bij integratie? Dan gaan we uit van een driehoek. In die driehoek staan drie factoren: de aarde en die aarde is op een gegeven moment natuur ontstaan en als onderdeel van die natuur is de mens ontstaan. En uh, waar in die driehoek die drie zaken tegenkomen, samenkomen, ontstaat landschap en ontstaat erfgoed. En de vraag is: waar in die driehoek plaats je dat? En dat hoeft niet één vaste plek te zijn, is mijn betoog. In het ene geval zal het aspect hier meer zitten. In het andere geval daar, wat ik net al in mijn inleiding zei. Of hij kan ook daar meer zitten. Het is niet een vaste gegevenheid. Maar je zoekt naar een bepaalde mate van integratie in deze drie factoren. Nou, en als je dan in het gebied bent: dit is het bekende fietspad in de Pollen. Een wereldplek met die prachtige oude bomen waar mensen altijd stoppen en gaan zitten, kinderen gaan spelen. Dan is de vraag, als je daar zit, wat is nou aarde hier? Wat is nou natuur en wat is erfgoed? Nou, wat vindt u? Ja, het is in mijn ogen alle drie, maar het is ook allemaal erfgoed. En hier is zo'n voorbeeld van een landschap wat wij als echte natuur, hè, spontane processen, zand wat door de wind wordt weggeblazen. Maar het is natuurlijk hartstikke een menselijk landschap, want het is. Die zandverstuiving ontstonden door overexploitatie van de mens, van heide landschappen, of doordat er heel veel met zware karren overwegen werd gereden, waardoor de zaak op de wind ging. Dus uiteindelijk zijn dit menselijke landschappen, met natuurlijk heel veel natuurkwaliteiten erin, met heel veel aardwetenschappelijke kwaliteiten. Hoe lees je zo'n landschap? Hoe ontstaat het? Ja, als je dat landschap kan lezen, dan weet je dat. Heel belangrijk is als je kijkt naar landschappen, en als, je als ecoloog naar landschappen kijkt, maar dit plaatje kan ik bijvoorbeeld ook heel goed met Theo en met Jan delen, hè, dat is dat je die onderdelen van de aarde, die samen een landschap vormen met wat wij natuur noemen, vegetatie en fauna, en de mens, dat er een rangorde zit. Dat het ene factor dominant is over de andere factor. Klimaat is alles bepalend, daarom hebben we ook een klimaatcrisis. Huh? Uh, Daar gaat ook over gesteente RDF-grondwater. Het RDF, om een voorbeeld te noemen, bepaalt hoe het grondwater stroomt. Het stroomt van hoog naar laag, weten we allemaal. Nou, huh? Dat grondwater, is het droog, is het nat, geeft aanleiding tot verschillende soorten bodems. En op die verschillende bodems, met een bepaalde natheid of droogheid, groeien andere planten, andere vegetatietypen. Daar horen weer verschillende dieren bij, enzovoort. En dan nou is het ook zo dat er natuurlijk ook een tegengestelde kracht is, want die vegetatie beïnvloedt de bodem en draagt ook bij aan die bodemvorming. Maar van buiten naar binnen is dominant. Dus als wij praten over behoud, herstel, integratie op landschapsschaal, dan heb ik altijd dit rangorde model, wat een heel eenvoudige maar treffende weergave is in mijn achterhoofd. Dit is zeg maar mijn mal van waaruit ik denk. Nou, en als je dan op de Hoge Veluwe bent, denk je, ja, het is hoog op de Veluwe, het is droog, uh, uh, nou, het is heidegebied, maar daarbinnen, als je gaat kijken naar wat, uh, hoe die stukken van het landschap ontstaan zijn, dan zie je dat bij verschillende vormen van aarde, boven is een stuwwal, daaronder hebben we een zandverstuiving, en als die zandverstuiving... Stil wordt, niet meer geblazen wordt, dan krijg je daar ook weer een heide op. Maar dat is een hele andere heide als die bovenste op die stuwwal. He, dus die achtergrond met die aarde zorgt voor hele verschillende landschappen. He, en hier, en al die drie de landschappen overigens, is de invloed van de mens heel erg sterk. Want als we deze landschappen niet zouden beheren, dan zou het allemaal bos worden. En binnen afzienbare termijn, van enkele decennia. Het verhaal wat Jorje ook net vertelde van het Kniphorstbos. We hebben ook hele andere landschappen op de Hoge Veluwe. Die zijn bij heel veel mensen veel minder bekend. En ook als mensen praten over de Veluwe, ze het vaak over een grote droge zandbak. Maar ja, ik ben gefascineerd door water. En voor mij is de Veluwe ook heel uitdrukkelijk een waterlandschap. En dat is de Hoge Veluwe ook. Dit bovenste is, vind ik, een van de mooiste plekken waar ik dan heel graag zou zitten op de Hoge Veluwe. Dat is uh, de slenk van de IJzeren Man bij de heiweg. Met een fantastische begroeiing van beenbreek. Al die gele puntjes. Uh, maar ook uh, de uh, Ventjes Wei in de middelste plaat. Ook een mooi stukje landschap. En onder de Hubertusvijvers. Men meetwater. Ook een fantastisch, fantastische plek. Kan je ook uren zitten. Uh, dus die landschappen van de Hoge Veluwe die zijn gekenmerkt door een grote variatie. Ze zijn allemaal ontstaan in de wisselwerking van aarde, natuur en mens. Zo kun je zich voorstellen, als je praat over die driehoek, dat die Hubertusvijvers veel meer aan de bovenkant van die driehoek zitten. Dus waar de mens staat in mijn uh, geval. En dat uh, de ijzeren man veel meer in het midden, aan de onderkant staat. Het samenspel van de aarde, de hydrologische processen en uh, de natuur die daarop reageert. Maar ook heel belangrijk is dat je. Als we praten over landschap en we praten over erfgoed. Een landschap, Jooi zei het ook al, is altijd in beweging, is nooit statisch. En je hebt dus ook in zo'n landschap verschillende lagen zitten. Zoals wij, als we kijken in de ruimte, je ook op verschillende schaalniveaus kunt kijken. En de vraag is, zowel in de ruimte, op verschillende schaalniveaus, als in de tijd, wat bewaren we en wat beheren we? En dat zijn menselijke keuzes. Ik heb uh, samen met uh, Jan Sevink, die hier ook in de zaal is, en met de oud-collega Bouwman van de Bosgroepen, een landschapsecologische systeemanalyse van de natte natuur op het park gedaan. En overal waar u die cijfertjes ziet, daar hebben wij iets gevonden wat natte natuur was. En als je nou kijkt, dan nou weet ik niet of dit een pointer is, ja, dan zie je eigenlijk dat hier aan de zuidkant van het park staat nergens een cijfertje. Aan de noordkant wel, en eigenlijk zijn alle cijfertjes aan de oostkant, aan de noordoostkant van het park. Dus in het zuiden zit niks, en in het westen zit ook bijna niks. En als landschapsecoloog wil je dan begrijpen, ja, waarom is dat dan zo? Waarom heb ik alleen daar nu naar de natuur? Nou, dus niet in dat landschap in het zuiden waar die mooie heidefoto met die paarse hei kwam, maar alleen in de stuifzandgebieden. En dan ook alleen in de stuifzandgebieden in het oosten. Want de stuifzandgebieden in het westen, daar kwam het zand vandaan. En dat is in het oosten de bult, de stuwwal en de spoelzandwaaier die daar liggen opgeblazen. He, dus je hebt daar uh, een, uh, een, een verstoven deksand. Deksand was afgezet in de laatste ijstijd, is verstoven geraakt en is op de flank van die stuwwal met de spoelzandwaaier gewaaid. En dat verstuiven van dat deksand is een gevolg van menselijk handelen. Dat was niet gebeurd als de mensen, onze voorouders, daar geen ijzer hadden gewonnen en verbrand. Als ze daar geen schapen hadden gehouden enzovoorts enzovoorts. Geen grote wegen hadden gehad. Dan was dat allemaal niet gebeurd. Zoals ik al zei, waarom alleen aan die Noordoostkant? Even kijken naar de Hoge Veluwe. Waar ligt het? Dit is de Veluwe stuwwal, Heel mooi. En hier bij die zwarte pijl, daar, staat, uh, daar ligt ongeveer de Hoge Veluwe. Nu ziet u uh, links uh, de Gelderse Vallei. En nog verder links ziet u uh, uh, nog een deel van de stuwwal van de Veluwe. En met andere woorden, de Hoge Veluwe ligt aan de westkant, aan de zuidwestkant van de Grote stuwwal. En nu weet u allemaal. Overheersende winden in ons land zijn zuidwestenwinden. Dus als je die zone voor die stuwwal te intensief gebruikt bij overheersende westenwinden, dan gaat dat zand stuiven. En dat is op dit plaatje te zien. Dit is een stuk van uh, hier is het park. Dit is een stukje van de stuwwal, de zwarte berg. Hier dat gele dat is allemaal de spoelzandwaaier en de onder is uitgeblazen deksand uh, is een uh, stuifzand, of sorry, ja, het is een stuifzandladen. En wat groen en geel is, dat is hoog, dat is het Delense veld. En in dat Delense veld, daar liggen allemaal meertjes, vennen en veentjes. Die liggen in dat laagste gedeelte niet. Dus het bijzondere is van de hoge Veluwe, en dat zie je steeds terug: hoog is hier nat en laag is hier droog. En dat is volstrekt omgekeerd aan wat normaal is. Nou. En de vraag is natuurlijk weer voor een landschapspsycholoog, hoe kan dat? Want je wilt het snappen voordat je, want waarom ging ik dit onderzoek doen? Ik werd door Jacob gebeld, die zei, André, op het veld is dus één grote pijpenstrootje vlakte, dat vinden we niet fijn, een pijpenstrootje is een indicator voor verdroging, dus André, doe een systeemanalyse en uh, zoek uh, op wat, uh, wat de oorzaak is van die verdroging. Nou, ik ging aan de slag, ik heb daar, dat gebied in twee dagen door en ik vond wel geteld twee sloten. Eén langgerekte sloot langs de heiweg en in het zuiden één slootje en voor de rest lag er niks. Dus ik denk, dit is niet verdroogd, wat is er dan aan de hand? Nou, en dan ga je kijken en dan, uh, nou weet ik, kan ik zo terug, ja. Dit is een, een hoogtekaart en de achtergrond van de kleuren geeft aan hoe hoog het maaiveld ligt. En dan zie je verschillende uh, namen. Staan, dat zijn natte plekken. En bij die natte plekken heb ik de hoogte liggen gezegd. Dus als het maaiveld op 50 meter ligt, zoals hier bij de Gietische flessen, dan staat het echte grondwater in de giet, onder de Gietische flessen op 38,5 meter boven de zeespiegel. Of terwijl dus er zit 12 meter verschillen, en het is toch nat. Nou, en als je al die plekjes afloopt, dan zie je steeds dat het echte grondwater wel vijf tot tien of soms meer meters onder die natte plek ligt. Nou, dat is alleen te verklaren, hier is dat op gebaseerd, deze kaart noem je een isohipse kaart: hoe stroomt het water en op welke plek staat het water hoe hoog. Nou, dat kan alleen als je een schijnspiegel hebt. En een schijnspiegel wil zeggen dat er iets in de ondergrond zit. Waardoor regenwater niet in de bodem kan trekken en het echte grondwater er ver onder zit. En die slecht doorlatende lagen, daar zijn er een paar van op de Hoge Veluwe. De eerste is een hele moeilijke naam, die heb ik van Jan Seving geleerd, dat is de Plastic Horizon. Vroeger zei ze gewoon een ijzerpan. Uh, en uh, dan heb je uh, in die heidegebieden, omdat het hooggelegen gebieden zijn, infiltreert er water. En met dat water gaat humus naar beneden. Maar ook als het heel nat is, bijvoorbeeld dat het heel fijn zand is, gaat er ook ijzer mee naar beneden. En dat slaat op een gegeven moment weer neer in die bodem. Dat noemen we het bodemkundige de B-horizont. En die B-horizont kan de ruimte tussen de korreltjes kan helemaal vol raken met die ijzer en die humus. En dan raakt die verkit. En dan wordt die ook heel slecht doorlatend voor water. En het derde is leem. He? Gewoon leemafzettingen. Hele, hele fijne korreltjes, of klei. He? Iedereen weet gewoon als er veel water tegelijk valt, dan ga je, krijg je op klei een probleem, krijg je plassen. Nou, dat is hier ook aan de hand. Hieronder staat zo'n mooi zo uh, schijnspiegelsysteem weergegeven. Een van die kenmerken van zo'n schijnspiegelsysteem is dat de waterstandsschommelingen heel beperkt zijn. He? Als er open water is, niet meer dan 30 centimeter. En dat zijn hele gunstige factoren voor het ontstaan van veen. Kleine waterstandsschommelingen voortdurend nat. Nou, hier twee foto's van die slecht doorlatende lagen. Links een Plastic Horizon en rechts een verkitte uh, uh, potsel. En uh, de begroeiingen die je daarbij hebt op die Plastic Horizon, op, dat, op die ijzerbank die hier zo heel mooi rood is weergegeven, ziet u daarboven is het vochtig en daaronder is het droog. En hier hebben wij een verkeerde B-horizon, de veetjes wij opgeboord. En daar zie je een begroeiing van kransvieren in een infiltratiegebied. Ontzettend verwonderlijk. En hier zie je een prachtige veenvormende begroeiing op zo'n plastic horizon. Dus je krijgt hele mooie, hele bijzondere begroeiingen op die slecht doorlatende lagen. Wat hebben wij gedaan? Op basis van deze systeemanalyse en een beter begrip van hoe die waterhuishouding en die lokale systemen in elkaar zitten, zijn wij maatregelen gaan nemen. De veentjes, wij, hierboven, kwamen wij erachter. Er was al 20, 30 jaar gemaaid en de beerden zeiden: André, het wordt niks. Wat is hier aan de hand? We gingen boren en we kwamen erachter. Hier hadden volkstuintjes gelegen. Hier was van alles gebeurd met die bovenste bodem. Er was een zootje geworden, om het maar plat te zeggen. Nou, we hebben die uh, uh, ja, uh, doorgespitte bovenbodem verwijderd totdat we eigenlijk weer op het originele bodemprofiel waren. Uh, langs de heiweg, daar lag een sloot, die hebben wij dichtgemaakt. Op een andere plek, bijvoorbeeld uh, bij de slenk van de IJzeren Man, daar lag het fietspad. Nou, en de mensen genoten allemaal van, hartstikke mooie plek, maar dat fietspad storgde voor een enorme waterstagnatie. De natuurlijke afvoer die daar was, kon niet meer plaatsvinden. En de Kronkelweg waren hele natte delen, waar in het verleden helemaal op geppel gezet en uh, beborst geraakt. En daar hebben we de geppels gedempt, ook uh, de verruineerde bovenlaag verwijderd, en gezorgd dat het schijnspiegelsysteem weer kon gaan werken. En dat werkt zoals u hierboven ziet. Links is de Veentjeswei. Hieronder ziet u de Heiweg. Daar ligt een plas die er voor de maatregelen niet waren, niet was. En hier ziet u uh, de, uh, nog een keer de heiweg. Ook deze zandweg lag, liep als een dam, he, waardoor er ook stagnatie optrad. En gevolg is dat daar nu weer ook een afstroming van water plaatsvindt. En de vraag is of dat werkt. Ja, je ziet ook dat er op een aantal plekken zelfs heel mooi, dit zijn zogenaamde ijzerbacteriefilms, heel mooi van dat. Lokale schijnspiegelwater uittreedt aan de randen. En dat geeft hele bijzondere begroeiingen. En dan wou ik graag even techniek hebben. Dit is een filmpje. Ja, dat kan ik niet, dan moeten jullie aanzetten. Dit is de, de heiweg. En daar hebben we uh, in de heiweg, dus de dam, weggegraven en vervolgens een voorde aangelegd. En uh, dan gebeurt er dit. Ik word daar helemaal blij van, ja. U ook? Ja. He, want het is heel bijzonder. Dit was een stagnante plek met water. He, en eigenlijk een begroeiing die ja, vlees nog vis was. Eigenlijk zo'n donkerbruin landschap waar Jori het ook hef, over heeft. Maar dan in een natte wereld. En nu zie je... Heidebeek in Nederland hebben we bijna niet. We hebben hier nu weer een fantastische Heidebeek op de Hoge Veluwe. Ook met de ecologische kwaliteiten die daarbij horen. En deze Heidebeek ja, die functioneerde totdat voor het fietspad werd aangelegd. Nou. Nou, dat ziet er uh, ietsje verderop langs het fietspad zo uit. Dit is natuurlijk een prachtige foto rechtsonder. Maar dit is één dode plas huh, met uh, stagnant regenwater. Wat we gedaan hebben is uh, hier het fietspad verlegd en het fietspad hebben we een brug overheen gelegd in plaats van een dam. En iedereen kan daar gaan staan, want wat zie je als je op die brug staat? Je ziet nog steeds veel water, want het is een natte plek, maar je ziet ook fantastisch het water stromen tot en met een echte heidebeek ook. En het bijzondere van deze heidebeek is dat hij op een gegeven moment dat gebied met die schijnspiegels verlaat en dat hij doodloopt. Op een gegeven moment is het al het water gewoon in de bodem geïnfiltreerd. Ook een verschijnsel wat we op heel maar weinig plekken in Nederland hebben. Dus, wat is onze visie uiteindelijk op basis van het onderzoek? We moeten de waterhuishouding herstellen. We moeten de effecten van stikstofdepositie als het gaat om verzuring en verdroging zo goed als mogelijk ja, mitigeren. En dat doet het park op dit moment door. Steenmeel uit te dragen, waardoor er weer nieuwe mineralen in het systeem komen. Links een plaatje, heide voor grote delen aaneengesloten, maar ook diverse snippers. Laten wij dat ontsnipperen door heel, hè, heel cruciaal op hele slimme plekken corridors aan te leggen, die donkergroene balken. Maak uh, geleidelijke overgang in het landschap, en bevorder de dynamiek. Want het is wel een heel startlandschap geworden. En daarom heb ik ook altijd een pleidooi gehouden om het Delense zand weer te heractiveren, zodat de bron voor de kwaliteiten in het Delense veld, de hele bijzondere flora en fauna, weer he, ook op termijn kan doorgaan. Dit is uh, de Huberthus Vijvers, prachtig uh, gebied uit ja, hele grote cultuurhistorische waarden. He, bekend bouwwerk, nou hoef ik niet toe te lichten, iedereen kent het. Er is één probleem: de vijvers die daar liggen, die hebben een, uh, 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 een kunstmatige bodem, uh, asfalt. En uh, dat asfalt dat is niet meer zo goed van kwaliteit. En uh, ja, als dat asfalt stuk gaat, dan lopen die vijvers leeg. Weg. Prachtige spiegelwijven, weg. Ensemble. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen: we pompen de boel droog, we leggen er nu asfalt in. En dan is het voor 50 jaar weer goed. Maar het parkdag kunnen we het ook op een andere manier oplossen. Kunnen we dat niet doen via een natuurlijkere waterhuishouding? Met als voordeel ook dat we in de zomer niet diep grondwater hoeven op te pompen, is niet duurzaam, maar leidt ook bovendien tot een slechte waterkwaliteit. Nou, hier heb ik samen met Vladimir Bleuten een project gedaan. We hebben ook een systeemanalyse gemaakt van dit gebied, gekoppeld aan een hydrologische modelstudie. Maar wat je bij de Hubert-schrijvers heel belangrijk is om te realiseren, is: een landschap is altijd in verandering. Hier ziet u vier verschillende topografische kaarten. 1884, 1900, 1926 en 2004. En u ziet, toen Anton Kruller of Helene Muller bedachten van wij willen een jachtslot, dat het landschap gewoon ja, grondig werd aangepakt. Weg bos, weg natte veentjes. En we gaan graven. Nou, oh, hij is lek. Er komt geen water. Nou, dan doen we de asfalt in. Nou, hè? en dat bedoel ik niet om te denigreren, maar om te zeggen: je hebt ook het recht om op een gegeven moment in te grijpen in een landschap om ook kwaliteiten toe te voegen. Nou, hier ziet u het model wat we gemaakt hebben. Rood is hoog, blauw zijn de vijvers en groen is laag. En we hebben verschillende scenario's ontwikkeld om aan te geven van: als je dat doet, hoeveel meer water? uit dat schijnspiegelsysteem, gaat naar die vijverstroom. En dan zie je dat uh, wanneer je naar een combinatie van uh, die maatregelen gaat, een stuk boskap, een van de vijvers een kleine uh, pijlverlaging, dat je zoveel water krijgt, dat wanneer je toestaat, he, dat het waterpeil in de zomer wat fluctueert, 30 à 40 centimeter, vooral die open waterverdamping, dat je gewoon geen grondwater meer hoeft op te pompen, en dat je dus ook een veel betere waterkwaliteit krijgt. Nou, en dat betekent dus dat wanneer je naar dit soort oplossingen kijkt, dat het ondanks dat je een, ja, een erfgoedparel van je welste hebt, dat heel goed kunt combineren, als je daar goed over nadenkt, met natuurlijke oplossingen. He, een natuurlijke en duurzame watersysteem, de aarde, leidt tot meer natuurkwaliteit en behoudt. En ik denk zelfs in een aantal opzichten verbetering. Want de Spiegel spiegelvrijver wordt een, gladde, een, een heldere spiegel in plaats van een groene soepzomers. Gaat heel goed samen. Dan kom ik aan mijn laatste dia: geïntegreerde keuzes. In dit park, ondanks dat het hoog en droog is, geef ruimte voor water als sturend proces. Je kan. Hè? Met dat uitgangspunt de kwaliteit van landschap en natte natuur bevorderen. Maar daarmee ook, want het is een man-made landschap, ook van het culturele erfgoed. En dan kom ik op uh, wat ik in de vorige heel scherp van Jori heb onthouden: het begrip schoonheid. Huh? Schoonheid van het gebied wordt daarmee weer zichtbaarder en beleefbaarder. Nou, huh? creëer meer samenhang. Dat beleven mensen ook in plaats allemaal van verschillende kamertjes en zorg dat en dat is hiermee ook gebeurd dat de functionele kwaliteit van het erfgoedlandschap het stuifzandlandschap is verbeterd. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Ik heb echt ademloos zitten luisteren. Wat een, fascinerend, wat een fascinerend vak als je dit zo kan, die, die ingrepen kan doen. Ja, ja. ja dat uh, is ook uh, voor mij de lol om dit werk te mogen doen. En je stopt er ook nooit mee, volgens mij? Nee, nee. Ik geloof het niet, nee. nee Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, heel goed. Um, wie van jullie heeft een vraag? Meneer De Graaf heeft een vraag. Nou, dan begin ik daar. Vette de Graaf. Um, de schijnspiegel, waar u het over had. Ja. Um, de klimatologische veranderingen die we op dit moment ondergaan. Het wordt warmer. Hè. We ja. krijgen langzamerhand de Middellandse zee temperaturen ja. hier. Zou het zo kunnen zijn dat ooit die schijnspiegellaag verdampt en dat we dan toch weer op droge, hoge gebieden zitten? Wat een vraag. Ja, dat is een hele uh, ja, belangrijke vraag. En uh, waarom is die belangrijk? Omdat in, in Nederland, niet alleen in de Hoge Veluwe, hebben we heel veel schijnspiegelsystemen, maar ook heel veel andere gebieden. Maar ook als we geen schijnspiegelsystemen hebben, hebben we hebben niet overal, zoals bijvoorbeeld in de Drentse Aal of in de Brabantse Beekdalen, hele dikke watervoorraden in de ondergrond. Nee. He, over het algemeen, zoals in Twente en ook in de Achterhoek, he, uh, hebben wij dunne watervoorraden in de ondergrond. En uh, ik heb een analyse gedaan door heel Nederland... Naar af eh, in 2021, nadat wij eh, drie hele droge per zomers achter elkaar gehad hadden. 2018, 2009, 2020. Ja. Op basis van peilbuis. En wat je ziet, is dat alle wat wij noemen dan die kleine of lokale grondwatersystemen, en daar horen die schijnspiegelsystemen ook bij, die gaan helemaal onderuit. Dat is dus heel zorgwekkend. Dus de noodzaak om ons waterbeheer integraler te maken. Dat het beter gebufferd is tegen die extreme, is echt heel hard nodig. Maar hoe zou je dit probleem dan aanvliegen? Want dat is nou, toch afhankelijk dat, van regenwater. Ja, en dat is nou het goede van wat de Hoge Veluwe hier gedaan heeft. Die hebben inderdaad, voor zover je dat kunt, in deze kleinere systemen ervoor gezorgd dat ze hydrologisch optimaal functioneren. En dat is wat je kan doen als beheerder. En de rest is uh, keuzes die de samenleving maakt. Hoe snel willen wij met onze CO2-uitstoot enzovoort stoppen? En dat kan je als park in je eentje niet beïnvloeden. Oké, okay, dus ik, ik, ik hoor dus ook eigenlijk een beetje een verhaal van... we hebben eigenlijk niet zo heel veel uh, invloed ook. Nou ja, so, so, soms niet. Naast dit. Ja, ja. soms niet. Nee, ja. en hier inderdaad, als je dus gewoon kleine intrekgebieden hebt... en dat is inherent aan die uh, schijnspiegelsystemen... dan is de watervoorraad is betrekkelijk klein. Ja. En als je dan inderdaad... Series van jaren hebt, hè? niet een keer een droog jaar, dat overloopt zo'n systeem prima, maar series van extreem droge jaren, en, en die hebben we de afgelopen vijf jaar vier keer gehad, ja, ja dan ga, dat gaat impact hebben. Absoluut. Maar en, deze maand was best nat. Ja. <laughs> Maar als je nu... Na, Vergeleken hè? met de vorige jaren in maart, ja, weet ik nog, zeker. Ben je dan blij als je dan nu ziet dat het... Dat het... Ik denk altijd dan als ik met een nat pak thuiskom vanaf het station. Dat is voor een goed doel, André. Ja, hè? Ja, ja. Ja. Dus Heel nee, ik, natuurlijk, maar we moeten ons ook realiseren dat na vier, hè, vier droge jaren en vijf jaar, één natte winter is niet, genoeg, niet hè? genoeg is om het systeem weer op niveau te brengen. Volgens mij heeft u een vraag. Ik kom even met de microfoon bij u even naam ook. Uh, ik ben Nina de Vries van de faunawerkgroep hier. En wij monitoren libellen ook in het de Deelesveld natuurlijk. De ijzeren man stond altijd water in, alle ja. zomers. Tot de herstelmaatregelen. Ja, ja. Nu stroomt het er gewoon uit. We beginnen we hebben al jaren niet meer kunnen monitoren gedaan omdat het in het begin van het seizoen al droog staat. Met die drie hete zomers, droge zomers. Ja. Gaat alleen maar, uh, zegt. Waar blijft dat water, wat dus met die Heidebeek verdwijnt? Ja, want die libellen. Ja. ja. Nou, dat is, het, het is jouw schuld. Het is mijn schuld, <laughs> ja. En ik ga geen excuses aanbieden. Nee, nee, nee. Oké, okay, maar. maar, <laughs> nee, maar dat is ook de vraag. Niet, le dat uit, begrijp ja. ik heel ja, goed. Ja, ja. Hè? Maar omdat jij het zo moest, jouw schuld. Ja, ja. Hè? Uh, als je eigenlijk schuldig aan bent, dan vind ik dat je excuses wordt aan te bieden. Uh, maar. Um, Nee, kijk, je gaat dingen uh, naast elkaar zetten. Hè? En dat is hetzelfde verhaal ook wat Jori vertelde. Hè? Uh, en daar zullen sommige mensen zeggen, ja, maar onze, noem maar eens wat, bonte vliegenvanger is verdwenen, of uh, onze groene specht uh, is verdwenen. Maar hij is waarschijnlijk verhuisd. Nee, nee, nee dat, dat, vind ik, dat vind okay. ik vage politieke praatjes. Okay. Van, uh, ja, er is er ergens <laughs> anders nog wel, wel, wel ruimte, hè? dus hij ja. is verhuisd. Nee, huh? Een, ja. Als een dier een plek heeft waar hij kan leven, dat noemen we het habitat, dan zit hij daar. En als je dat habitat vernietigt, ja, dan is dan het weg. Is het weg. Punt. Ja. En soms moet je daarvoor kiezen. Hè? Omdat je niet alles... Maar is de libelle dan weg, die, die mevrouw noemt? Of is die libelle daar aan de beek gaan zitten waar wel nog water is? <tankt> Ik probeer het eh, toch, hè? Het waar blijft het water? Het water. Ja, die beek ja, stroomt ja, in het voorjaar. Ja. Ik herhaal het even. Ja, ja. Het is een beetje, die beek stopt op een gegeven moment. Ja, wat nee, je zei. het is heel simpel. Ja. Hè? Uh, zolang je zeg maar, ten uh, oosten van het fietspad zit, pak een beet. Grenzen liggen ietsje uh, verder oostelijk, maar even. Ten oosten van het fietspad zit er in de ondergrond een weerstand biedende laag. Waardoor het water heel moeilijk de bodem in kan. Voorbij het fietspad, en dat zie je ook prachtig, dan krijg je een, echt een geultje. He? met nou. aan weerszijden struikhei, He? en in dat geultje, als je daar met je handen ingaat, of met een schopje, daar vind je grofzand en grind. En daar gaat het doorheen? En daar gaat het doorheen, en het heeft een hoge stroomsnelheid, dus in het begin zie je het niet, maar dat stroompje, dat wordt, als je richting dat bos loopt, daarachter steeds kleiner, en op een gegeven moment denk je, waar is mijn water? En dan is het allemaal geïnfiltreerd, dus daar blijft het. Dat is wel een antwoord op de vraag. Maar toch niet helemaal, zie ik aan u. Nog een heel gegeven. Ook het ja. water IJzeren hij gaat van oost naar west. Ja. Hij precies, neemt het water van de IJzeren Man ook mee in Ja, hij neemt het water van de IJzeren Man mee. Ja, maar het mooie ja. van de IJzeren Man is. Uh, en ik ben geen libellen-expert. En ik heb zeker niet alle data die mevrouw heeft. He, maar dat je in de zomer op heel veel plekken. kijkt. je had die hele grote plas. Nou, en die is nu eh, veel en veel kleiner. En als je dan een hele droog zo. dampt die gewoon droog. Maar dat is nou eigenlijk het minst interessante deel van de IJzeren Man. Want bovenstrooms van die plas. daar zit hele mooie veenbodem. Met prachtige veenmosrijke begroeiingen. Met ook al die beenbreek erin. En daar staat eigenlijk altijd water aan of net boven Maaiveld. En ik denk dat als je praat over de. De Echte kwaliteit voor de libellen. Dus hij is wel die... verhuisd? Nee, nee, het zijn, nee. Andere, het zijn andere libellen. Hè? Andere het zijn libellen. Andere okay. libellen hè? Ja, heel goed. Ja. goed. Oké, okay, tot zover ja. over de libellen. Ik zie nog één vraag staan, uh, waarschijnlijk via de WhatsApp. Welke lessen zijn er te trekken uit de aanpak op de Hoge Veluwe voor andere beheerders? Nou, uh, wat mij betreft, zorg dat je een duidelijke vraagstelling hebt voor je onderzoek. En ik kreeg een hele duidelijke vraagstelling mee. Huh, en die vraagstelling prikkelde, nee. Het is niet verdroogd, maar wat is het dan? Ja. Dus doe een goed onderzoek. Huh, en kijk niet alleen naar de plek van waar heb ik een nat heidje? Of waar heb ik een vennetje? Pak het gebied. Maar pak dat in dat gebied. Snap nou waarom die vennetjes en die natte heiden daar liggen en ergens anders in dat park niet. En dat geldt ook voor heel waarom heb ik op een bepaalde plek een blauwgrasland en een andere plek die daar ontzettend veel op lijkt. Totaal dus je toch meten is weten hierbij? Goed analyseren, maar dan niet op de plek alleen zelf, maar betrek die omgeving erbij. En vervolgens, zorg met, met de beheerder, he, leg je verhaal goed uit he, en zorg dat hij zegt van ja, dit snap ik en ik begrijp ook dat het nodig is dat we wat gaan doen. Akkoord, die pakken we mee. Ja. Ik wil je... Heeft hij, wacht even, want even voor de mensen online, anders ja. kunnen ze niet horen meer volume. Ja, want in, in dit betoog heeft die bredere analyse voor het uh, er uiteindelijk ook toegeleid dat er nog aanbevelingen waren voor de rest van het park. Jazeker. zeker. Uh, ja, nee, zeker. Dat is een van de redenen dat we vervolgens uh, dus in de veentjes wij aan de slag gegaan zijn. En toen duidelijk was hoe die functioneerde, Jacob zei, ja ga ook daar eens bij die Konkelweg kijken, andere in het Fasantenpark. Wat is daar dan aan de hand? En dus... Zo, eh, ben ben en je, is... je klaar hier op het park? Of is het eigenlijk. Nou, nah. nooit. Ik zie zeker Nee hoor. Nog niet klaar. Nee. Goed zo. Ik uh, wil het graag hierbij ja, houden. Een warm perfect. applaus. Anna-Jans, ja. dankjewel.